achterreekte tegen Sablikova. Gaat een goede tijd noteren, want is ruim voor Lollobrigida. Hij rijdt nu achterreekte op een metertje of 40. En we gaan naar de bel. De bel voor Sablikova. Twee keer reed ze hier, twee keer werd ze Europees kampioen. Dit is haar terrein. 33-5 voor Sablikova, 34-3 voor achterreekte. Bouwt voorsprong op achterreekte uit. Maar zij moet natuurlijk kijken naar Lollobrigida. Lollobrigida die ruim 8 seconden voorsprong heeft voor deze vrouwen. En achter Eekte krijgt hij wel een tik hoor in het rechtstreeks gevecht van Sablikova. Sablikova verslaat de regerend Olympisch kampioen met ruime cijfers. De snelste tijd was 4.11.28. Hier komt 4.08.22. Dat is een hele sterke tijd. 4.11.93. De vierde doorkomst. Sablikova naar plaats 2 in het klassement. Gaat dus stijgen in het algemeen klassement. En achterreekte naar plaats 4. Dan gaat iedereen nu zien wat het waard is. Twee ronden te gaan. Hier op 2200 meter. De rondetijd van Sablikova 32.9. En dat noteert Antoinette de Jong ook. Verliest zelfs een paar honderdste. Maar zit nog steeds op een tijd die onder de 4.0.410 kan leiden. Nou, wat moet je doen als de Jong? Moet je dan ook gewoon verdedigen? Of moet je nu nog aanvallen? Aanvallen. En zeker Antoinette de Jong, die moet het daarvan hebben. Weet ook dat ze een goede 1500 kan rijden. Maar de 1500 meter van Irene Wüst is normaal gesproken beter. Antoinette de Jong heeft ook meer geïnvesteerd in die 5 kilometer die Wüst heeft losgelaten. Omdat Wüst nog steeds in gedachten heeft ooit een wereldrecord te rijden. De bel. Ja, voor de laatste ronde. Een 33-4. Dan pakt ze weer een paar honderdste op Sablikova. Dus kan nog steeds onder de 4-10 rijden. Gaat naar de laatste buitenbocht toe. Ritme blijft hoog. Een mooi rit voor Antoinette de Jong. Op weg naar weer een goede afstand. Een geweldige 500 meter. En een hele, hele mooie 3 kilometer. Brengt haar in de buurt van Sablikova. Pakt ze die 2/10 nog op de laatste meters. Sablikova in 4.08.22. De Jong in 4.08.07 is sneller dan Sablikova. Houdt dus die voorsprong vast. Staat nu ruim aan de leiding voor Lollobrigida. Op de derde plek Sablikova. En nu is de vraag, kan Wüst zich daar nog in de strijd mengen? 2200 meter. Irene Wüst nu naar de 34-2 en dus gaat de achterstand oplopen. Vierde doorkomsttijd voor Wüst. Maar je kunt haar nergens op afrekenen. Dit is wat het is. Irene Wüst. Vloog hier naartoe met een avondvlucht. Vliegtuig moest zich uitwijken. Werd door haar coaches opgehaald. Korte nacht houdt zelfs eventjes de rechterarm op de rug. Ja, het is allemaal wel te begrijpen. Groot respect voor de sportvrouw Wüst, die hier met groot verdriet de 3 kilometer moet rijden. En stoer begon, maar dat moet bekopen in de rondetijden op de laatste meters. Koek is op voor Wüst. En haar tegenstander Lalenkova wil haar hier nog voorbij steken. Wüst probeert dat gevecht nog aan te gaan. Op de laatste meters. Maar het kan niet meer. Dit is wat het is voor Irene Wüst. 4.14.61. Nog twee afstanden. Maar de marges zijn zeer comfortabel voor Antoinette de Jong. Want wie gaat haar nu nog bedreigen? Dat is de vraag. 2,7 seconden richting Lollobrigida. Verschil met Wüst 4,8 seconden op een 1500 meter. En Sablikova op 5,3 seconden. Deze strijd lijkt wel gestreden.